Dus zullen we op thema's gaan of is een van jullie, bij wie zit het hoogst? Nou, ik heb ontzettend gelachen, dankjewel. Ik heb kostelijk geavanceerd, ik vind het wel een beetje een zeikert hoor. Ja, oh ja, ik weet helemaal niet wat je rol was, dus ik zeg maar. En wij kennen elkaar langer dan vandaag, dus dat kan ik wel zeggen. Ik snap precies waarom je het zegt. Maar wat ik nou zo frappant vind, is dat als ik niet zou weten, hè, stel ik ben 15 jaar naar Amerika geweest en kom kort terug en ik hoor jou praten, dan denk ik, oh jongens, de kranten recenseren nog steeds geweldig. En dan is er een of ander plebs en dan denkt, god, er is internet en dan gaan we ook onze mening opgeven en het is allemaal bagger. Nee. Ik vind dat de kranten het schandalig af laten weten, daar heb ik je helemaal niet over gehoord. Ik ben nog opgevoed met het idee dat je... Ik heb iets gezegd over die krant die alleen maar kleiner en kleiner werd en steeds meer... Ja, als de buitenkant zei dat zelfs het formaat kleiner werd, het ging over de inhoud. Ja. Stork, weet je hebt me verdoor geleerd, ik ben afgehaakt. Heb je dan zo'n beeldvraag gehoord? Oké, okay, laat Lieve maar even uitspreken. Ook op de inhoud dat jongens, dit is de vroeg. Je hebt een halve vraag, laat even mijn punt maken. Want daar gaat het helemaal niet om. Ik ben opgevoed. Ik heb school gegaan op dezelfde universiteit waar Fabian school heeft gegaan. En je snapt het al. Hij is gebleven en hij is hoog geworden. Interessant. En ik ben de praktijk ingegaan tot uitgever. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen interesse in recensenten. Ik ben veel meer geïnteresseerd in wat uiteindelijk de lezer vindt. En ik vind ook dat je daar niet altijd concessies aan moet doen. Maar ik ben opgevoed met dat je een criticus zo moet kunnen volgen dat je, wat jij noemde... wat jij beschreef, maar wat bij ons toen nog de interne poëtica heette, je moet eigenlijk jou kunnen eiken ten opzichte van je criticus. Dat je denkt, nou, ik volg deze criticus in zijn recensies, en dan denk ik, oh ja, hij vindt eigenlijk dat een roman zo en zo en zo in elkaar moet zitten. En, nou, dat weet ik inmiddels, en dan zegt hij, weet die opmerking en die opmerking. En dan denk ik, oh ja, maar dat vindt hij, maar voor mij hoeft een roman dat niet, dus ik kan gewoon dit nog een goed boek vinden, terwijl hij het afkraakt. Dat wat in een recensie moet zitten, hè, dat zit tegenwoordig in een heleboel recensies in de grote kranten en tijdschriften, zit niet meer. Ik weet niet meer, jij zegt, voor jou is de krant nog een meneer en een mevrouw, je weet nog hoe je ertoe kunt verhouden. Ik weet het niet meer, ook bij de kranten duiken de gekste namen op en dan 5 maanden later komt er weer een stuk. Of dan hebben ze speciaal voor iemand uit een speciaal land, hebben ze ook nog weer ergens iemand die die taal spreekt. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet iemand die Zuid-Afrika kent een Zuid-Afrikaanse roman te laten bespreken. Als je dat op literaire criteria en niet op politieke criteria doet. Wat een hele grote denkfout is. Daar laat de kranten het afweten. Dus ik ben, en je hebt niet naar België gekeken. Moet je toch eens doen. Want er worden hele goede digitale initiatieven genomen. En dan denk ik, laat ze in godsnaam komen. Het is allemaal nog heel jong. Dat kristalliseert zich wel uit. Oké. Okay. Joost. Hè? Ja. Ik denk dat jij wel kunt vinden in een deel van de kritiek van iedereen. Ja. Nou, eigenlijk waar ik zit, we hebben al vaak in dit soort discussies. Ik vraag eigenlijk dat Fabian iets heel interessant zijn. Namelijk dat recensenten ook betaald worden voor de boeken die ze niet lezen. En dat is inderdaad... wel lezen, maar niet bespreken. Ja, niet bespreken, zeker. Ja. En... Dat gebeurt al een beetje met Elspeth Epti, die in NRC Handelsblad een soort rubriek heeft. Ja, en Jacques Vogelaar heeft dat in de groene over 30 jaar lang. Zijn we blij met die rubriek van Elspeth Epti? Ik heb er niks aan tegen. Het is precies wat internet vaak verweten wordt, namelijk iets publiceren en half gelezen te hebben. Als je het internet verwijt, moet je Elspeth Epti ook verwijten. Als je daar niet verwijt, moet je... Ja, heeft zij die boeken niet helemaal gelezen? Nee. Want, ja. Nee. Ja, dat is een statement, maar dat kan je niet... Tenminste, ze is niet in de zaal, ja, dat moet je dan zeggen. Volgens mij voor een beeld signaleert ze en ze heeft gesnuffeld. Ja, maar dat is toch typisch... Dat is wat er inderdaad gebeurt. Steeds meer van die signalementjes. Ik heb een boek gelezen, of aangelezen misschien, maar je weet niet eens of het helemaal gelezen is. En kijk, dit zou je ook kunnen lezen. En meer staat er toch niet in de rubriek? Weet je hoe ik het gewoon even zie? Er verschijnen veel te veel boeken. Veel meer boeken dan we volgens mij erop zitten te wachten. Ook veel meer boeken met literaire conventie. En niet alleen worden kranten kleiner, kranten worden ook dunner. Dus de ruimte om ze te bespreken is beperkt. Dan heeft de NRC elke vrijdag of elke donderdag nu, wat ik belachelijk vind. Dit terzijde, Arjen, moet ik nog even wat hebben. Heeft een hele goede boekenbijlage, vind ik. Nou, vind ik best leuk dat ze op zaterdag er ook nog wat aandacht aan besteden. En het hoeft niet hetzelfde gewicht te hebben als inderdaad die pagina lange besprekingen die je op donderdag krijgt. Het is toch fijn dat je iemand
dat er wat extra ruimte is. Zo zie ik het gewoon. En ook al is het niet... Nee, dat zou fijn zijn. Het zou interessant zijn als je een keer een hele week alle boeken die ze aanstipt leest. En dan kijkt wat ze erover zegt. En dan realiseer je dat er absolute onzin tussen staat. Nou, dat geloof ik niet. Ja, nou, dat is wel nobel van je. Ja, nee, maar kijk, het is zo makkelijk om te zeggen van ze leest niet. En ja, het zijn er zes of elke week. Ik ben uitgever, hè. Er zijn er boeken van ons gesignaleerd. En dan denk ik, hè? En het is gewoon onzin. Oké, dus je staat er helemaal onpartijdig tegenover. Eerlijk wie ik ben. Nee, maar omdat ik het boek dus ken, weet ik dat het gewoon helemaal nergens op slaat. Als ze een vlog tekst had gelezen, nee, maar dan kom je op een heel ander punt uit. Want jij zegt dat je die boeken kent. Je kan een boek op een heel veel verschillende manieren kennen. En dat is het fijne van goede literatuurkritiek, dat je allerlei verschillende lezers van een boek krijgt. Dus het feit dat je niet met haar stukje eens bent. Nee, je schrijft een stukje ook altijd met een paar feitelijkheden. En de feitelijkheden kloppen gewoon al helemaal niet. Want ze hebben een soort conclusie over een boek. Ze plakt een boek een etiket op wat al niet klopt. Maar zo'n rubriek kan je toch ook zelf maken door in de boekwinkel te gaan staan en boekjes in te kijken. Daar heb je toch niet een krant voor nodig om dat soort signalementjes te schrijven. Het is ook geen nieuw verschijnsel natuurlijk. Er bestonden al jaren signalementen van boeken, alleen nu is het met een fotootje van Elsbeth Etty erbij. En, ja, en een opmerking. En kijk, het waren altijd korte flaptekstjes. Ja. Nou, hadden ze niet nog de informatie uit de flaptekst? Las ze op het accent ergens anders. Die altijd klopt. Maar nu heeft iemand precies, een soort eerste mening, indicatie. Ja, lijkt me niks, want ik hou niet van. En dan gaat het boek daar helemaal niet over. Precies zoals er wordt gepraat in de... als mensen bij elkaar zijn over nieuwe boekopkomst, dan is het van, heb je het gehoord, komt een nieuw boek aan van die en die. Heb je het al gelezen? Nee, nog niet. Maar het lijkt me wel interessant hier en hierom. Ik heb er niks op tegen. Maar volgens mij gaat het mis met deze discussie, omdat we vaak, als je het over internet of over oude media versus internet hebt, of met internet, dan gaat het over de inhoud en niet over de vorm. En of als het zo'n nieuwe rubriek nou goed of slecht invult, je moet het hebben over is zo'n half af recensie rubriek aanwinst is internet. Nee, het is geen recensie. Nee, goed, dat maar. Is een bestrijd. Ah, je moet het hebben over niet over de inhoud, zowel hoeveel Elsbeth Etty dit in, maar over de vorm. Zoals ook alle discussiepunten van vanavond over de vorm moeten gaan en niet over particuliere vormen. Nee, het gaat niet over de vorm, het gaat altijd over de inhoud. Maar maakt me niet uit of iets digitaal is, of in een wijkkrant staat, of in een huis-en-huisblad, of in een krant, of in een tijdschrift. Wij zijn helemaal bij nul met een uitgeverij begonnen en ik had me voorgenomen, we gaan naar iedereen recensie-exemplaren sturen. Ik werk hiervoor bij de uitgeverij, waarin heel duidelijk werd besloten dat in de serieuze media boeken werden gestuurd. En ik dacht, weet je wat, ga je niet doen. We gaan iedereen een exemplaar sturen. En tot mijn grote verbazing kreeg je voor hele literaire romans hele goede signalementen in bijvoorbeeld de Glamour. Nou, staat vandaag lekker met rode oortjes, staat voor de Glamour te lezen, lees je ook iets wat je nooit leest. En ik denk, dat is goed, dacht ik. Goed, het gaat volgens jou om inhoud. Waarom gaat het jou om vorm, Arjen? Volgens mij is dat het... Als we het over inhoud gaan hebben, ga je het helaas hebben over particuliere voorbeelden. Zoals Fabian ook in het begin van zijn verhaal een paar noemde, van een bibliothecaresse die met alle goede wil een broddelwerkje aflevert. Dat is misschien een voorbeeld hoe het niet moet, maar het zegt niks over de vorm van mag je op internet überhaupt... recenseren. En je kunt heel veel particuliere voorbeelden noemen, je kunt anekdotisch bewijs aanvoeren dat er, en dat is zeker bij Twitter of Facebook is het heel makkelijk om anekdotisch bewijs aan te voeren waarom het bagger is. Maar dan mis je het punt, namelijk dat het gaat over een nieuwe manier van boeken bespreken en een nieuwe manier waarop boeken in de samenleving rondzoomen. En daar moet het volgens mij over gaan. En als je maar blijft. Ja, dat is Fabian zijn mening, ik weet niet meer. Nee, maar goed, hetzelfde vind ik dat met het verhaal. Je kunt zeggen van de manier waarop zij dat doet is niet helemaal goed. En zelfs een boek van mij verkeerd zat in feite onjuistheden in. Dat is allemaal wel. Maar het gaat erom, is het een aanwinst om al nog voordat boeken helemaal zijn ingedaald en herkoud, om er dan toch wel iets over te mogen zeggen. Wat ze namelijk doen is volgens mij een reactie op internet. Ze probeert die snelheid van internet eigenlijk te concurreren met de snelheid van internet. De kant blijft altijd achter. Ja, maar je houdt een paar dingen door elkaar. Wat is de zin van die snelheid? Ik verbaas mij daar wel vaker over dat ook gewone, echte, goede recensenten, zal ik maar zeggen,
zo snel mogelijk een boek willen recenseren. En de afgelopen tijd heb ik er vaker last van gehad. Had ik een recensie gelezen dat ik, leuk boek, ga ik kopen. Wacht u nog maar een week. Die mensen die schrijven zich helemaal te pletter. En waarom moet dat zo snel? Die boeken blijven toch wel even liggen als het kan. Ja, maar boeken worden natuurlijk ook heel erg uitgegeven, uitgezagen als een soort van mediafenomeen. Ik bedoel, al die aandacht moet zo snel mogelijk. Wil je de best wel een lijst een beetje goed beklimmen. En ik moet dat verbaast me ook te veel over, hoor. De enorme hoeveelheden die wij gewoon op de redactie worden nagebeld door uitgeverij. Ik vind geen enkel probleem als ik een goed boek lees, om daar twee maanden later een reactie of een recensie van te lezen. Wat goed is, het boek nog in je hoofd. En wordt daar alleen maar interessanter door. Ja, en dat vind ik dan de lol van de kritiek op het internet. Dat blijft staan. Ja. En je kan na een tijdje, als je gehoord hebt van, hey, dat is een goed boek, denken van, wil ik het kopen? Nou, dan ga ik eerst nog eens even die recensies rondkijken. En zeker die internetrecensies, maar ook vanuit de kranten, die blijven via dat internet tenminste beschikbaar. Dus dat is weer een argument te meer inderdaad, want die haast, ik snap niet waar het voor nodig is. Ja. Nou, ik kan het je wel een beetje uitleggen. Tegenwoordig, als je ligt een boek, maximaal 3 maanden in een boekwinkel. De boekwinkel is nog steeds het belangrijkste, voor de meeste boeken, literaire boeken, is dat nog steeds het belangrijkste afnamekanaal. Dan ligt het maar 3 maanden, want dan komen er weer volgende. Nabestellen is bijna er niet meer bij. Dus als een boek na 4 maanden een jubelende recensie krijgt, dan ligt het 1 niet meer in die winkel. Nabestellen is heel erg ingewikkeld. Dus er is iets heel raars aan de hand. Dat een boekhandel het gewoon nog allemaal niet meer bij kan. Omdat er enorme concurrentie is, ook met internet. Je had het even over longtail, nou daar is dan weer het voordeel van internet. Kijk, wat ik vind internetrecensies ongelooflijk goed en leuk. Maar wat ik, heel jouw kritiek pas goed ken, wat ik er eerlijk aan vind, is dat die mensen zeggen, ik heb het niet gelezen. En dat houdt mij niet tegen om dan toch nog dit te zeggen. Maar wacht, ik vind het leuk en dan mag ik dat ook zeggen. Wat ik leuk vind aan internet, is dat je meningen hoort die je anders niet hoort, die voor jou, wat jij zegt, dat vrienden met elkaar zitten en dan iets vinden. Ja, dan hoor je niet, ja, of moet die afvinden zijn, maar dan weet je inmiddels ook wel wat die vinden. Maar er zitten dus mensen en die schrijven iets en denken, oh, wacht even, zo zit dus dat boek, zo wordt dat boek dus ook gelezen. Ja, dus misschien ik, okay, jouw perspectief, ja, als uitgever inderdaad, ja, maar ik als lezer ben totaal niet geïnteresseerd in die meningen van al die andere lezers. Ik ben veel meer geïnteresseerd in meningen die van verstandige mensen. Maar er geldt nog steeds. Er zit een knop op je tv en ook op je computer. Maar daar gaat het volgens mij niet om. Kijk, je had net ook die snelheid. Ik daar nog heel mee vind van. Als het rapport van de commissie Davids uitkomt, dan is er binnen 10 minuten is er iemand op het journaal die vertelt waar het over gaat, die honderden pagina's. Dan zijn recensenten, zelfs als ze een week later een boek bespreken, nog ontzettend traag. Dus het kan volgens mij. Je hoeft in kwaliteit, kan ook in een korte tijd. En het leuke daarvan ook is als er een schrijver op tv komt met zijn nieuwe boek, dan vind ik het heel prettig om al heel snel een NRC Handelsblad te lezen. Is het eigenlijk een goed boek? Want op tv heb je die ruimte niet. En dan is een ontzettende service naar de lezer. Als je in heel korte tijd kunt zeggen, nou, dat is nu de hype van het moment, maar het is een slecht boek. Of het is een tegenvalletje. Of andersom. Ja, nee, als het inspeelt op de actualiteit, en het boek is er. Dat is natuurlijk geen actualiteit, dat is het probleem. Nee, je had het over de bestsellerlijst, maar 99,9% komt helemaal niet in de bestsellerlijst. Dus, en kijk even wat in de bestsellerlijst staat. Ik geloof dat in 2010 hebben geloof ik maar 10 literaire romans in gestaan. De rest is gewoon bagger en shit. En die wordt ook gewoon besproken. En waar het interessant in wordt, en waar volgens mijn vader het ook over heeft, is. Kijk, je hebt over schrijvers op televisie, nou, ik weet niet waar je naar kijkt, maar dat zijn of dezelfde, of ze komen er niet, de buitenlandse schrijvers al helemaal niet. Dat is natuurlijk het jammere, maar wat hè, laat het over vroeger hebben, ik vind het vreselijk om te zeggen, maar laat het over vroeger hebben. Dan wist je gewoon, in de NRC worden gewoon in principe de boeken besproken die interessant zouden moeten zijn, en dan heb je een serieuze bespreking. Maar de kranten moeten ook mee, dus die gaan ook steeds populistischer en populairder bespreken. Die gaan ook leuke rubrieken bedenken en nog meer columns. En ik denk, flikker nou toch op. Wij waren het van tevoren hadden even zonder met elkaar te praten. En denk ik, krijg bijvoorbeeld iemand die recenseert voor NRC, nou Daan kan dat vertellen, want die werkt ervoor. Krijg je een soort reactie van de NRC van, nou wij vinden dat uw recensie hier en hier aan moet voldoen.
En als bijvoorbeeld die recensie niet interessant genoeg is, of niet onderbouwd genoeg, of niet voldoet aan de eisen van NRC, die zegt, nou, geen goede recensie, schrijf me even een betere recensie. He, wat ik tegenwoordig vind, ik ben verbaasd dat jij de kranten van goede recensies vindt, ik lees ze steeds minder. Het is een veredelde samenvatting. Soms willen ze zo graag laten zien dat ze het boek echt gelezen hebben en echt begrepen. Geven ze de plot, de duiding en de laatste climax, geven ze weg. Om maar te laten zien, oh, ik heb het echt begrepen hoor. En dan gaan ze het nog helemaal uitleggen. He, mijn slogan altijd is, en dat is hetzelfde wat ik eigenlijk ook altijd voor een flaptekst hou, is een slogan van de oude Cross Your Heart BH. Dat is, toont wat een man graag wil zien en verhult wat hij wil ontdekken. Nou, dat is een absolute seksistische reclametekst. Ik vond het briljant. En dan kun je toepassen op een flaptekst en ook op een recensie. He, je moet laten zien, waar gaat het in dit boek om? Wat is er interessant? Wat is er boeiend aan? Wat is er anders aan? Wat is er vreemd aan? Wat is er slecht aan? Maar ga het zelf maar uitzoeken. En ik heb ook een debat geleid met 150 vertalers. Helemaal zenuwachtig van. En het ging onder meer over de vraag of een recensent bijvoorbeeld in zijn recensie moet zeggen of het een goede of een slechte vertaling is. Nou, ik dacht met mijn boerenjongensverstand, ja, tuurlijk, laat even weten dat het goed vertaald is. En al die vertalers waren het erover eens. Die zeiden van, nou, kan je toch niet beoordelen. Dat vond ik nogal aanmatigend. Maar goed, daar hadden ze helemaal geen boodschap aan. En dan hoeven we helemaal niet naar de vertalers in deze wereld te luisteren. Dat zal wel sympathiek zijn, maar een heel belangrijk werk. Maar vraag je dat eens af. En denk ik, heeft een krant daar geen normen over? Ik ben er nog niet mee geconfronteerd. Maar ja, goed, mijn stukken zijn altijd vlekkeloos niet waar. Maar laat ik een voorbeeld van de Groene geven. Daar gebeurt regelmatig dat we stukken afwijzen. En dat varieert van beginnende recensent tot hoogleraar die een stuk opstelt. Maar wat zijn de motivaties om af te wijzen? Dat ze niet duidelijk kunnen uitleggen waar het over gaat. Dat ze in gemeenplaats vervallen. Dat de stukken saai worden. Dat gewoon eigenlijk de meest basale criteria. Ja, maar dat betekent dus dat er binnen een redactie naar gekeken wordt. Ja, de stukken worden niet zomaar gepubliceerd, maar er is iets, en dat kan uitgeschreven zijn of niet, er is een of andere overeenkomst van zo zien onze recensies er ongeveer uit. En dat lijkt me heel erg belangrijk bij recensies, en dus ook bij internet recensies, dat je daar enigszins op kan terugvallen, dat die recensies een beetje een snoer hebben waar je tegenaan kan schuiven of niet, maar je hebt een soort meetpunt daarvan. En dat heb je niet bij al die losse vlotters die overal op blogjes zitten. Ja, natuurlijk, er zitten echt ook goede mensen bij. En kijk, jij hebt een hele andere eis als lezer en als universitair docent dan ik als uitgever. Ik vind het ook interessant om mensen te horen over een roman, ook voor wat ik zelf kies. Ik geef even les in Middelburg aan 40 mensen die niet het hoger onderwijs hebben kunnen doen, of dat wel hebben gedaan, maar afhaakt, maar toch een oprechte interesse hebben in literatuur en wezenlijk anders lezen dan ik. En die komen soms met opmerkingen en hoe die lezen en de gepassioneerdheid, daar steek ik veel van op. Terwijl ik toch denk van, ja, had je ook wel kunnen begrijpen dat dat zo niet zo. Maar valt dat onder de noemer literatuurkritiek? Nou ja, maar dit zijn ook de mensen die een blog bijhouden en recensies schrijven, wat ik volledig legitiem vind. Hè, het is ook, ja, het heeft een andere waarde. Je hoeft niet alles op dezelfde manier te meten. En er zijn ook mensen die.